trek jij nou zo in 5 op? Of? Ja, dan wel 4, 5 meestal. En dan opschakelen? Ja. Of rij je nooit in 6 weg? Nou, dat kan wel, maar dat doe ik meestal niet. Nee. Al lang met deze combinatie? Dit is denk ik derde jaar. Ja. Ja. En vanwaar dat je hem nou zo op de neus zet, die voorpakker? Ja, dat is fijn, anders heb je achter een voorpakker, want dat is heel zwaar voor het gewicht. Hè. En met deze, met die ploeg, dan dat is ik heel veel zwaarder dan deze ploeg. Het is eigenlijk maar licht. Hier, bij een mooie vent, favoriet, 5-12, van Paul. Paul, weet jij nog van welk bouwjaar deze trekker is? Deze tractor is van 1999. Voorpakker, voorop. Dus je hebt hier gewoon twee stangen. Ja, dat is om de heft ontlasten. Heft ontlasten, ja, ja. En waar zet jij hem dan mee vast? De transport? Met die pin. Deze duurt dan omhoog. Die zit er even nou omhoog. Ja. Oh ja. Dan klikt er dadelijk in. Weet je ook hoe zwaar hij weegt? Gaat hier op. 850 kilo. Oké, galbo. Ja. Kom je weer in een comfortabele cabine. Jij laat hem altijd zo in het midden staan. Ja. Is het niet erg van de zwiepen? Ja, dat doet je merkt dat wel, hè? Ja, dat doet hij. Ja. Maar dat moet wel, als je helemaal vast zit, zou de hef veel meer lijden. Ja, ja, maar omdat hij zo'n hoog, zo'n heel gewicht. Ja, nee, ja bijna. Dan zitten er accumulators tussen, hè? Tjonge, ja. Nou, maar je zou bijna de tractor op zijn kant krijgen, misschien. Ja.